Ik ben Niels, ik ben 23 jaar. Ik ben sinds 2 jaar werkzaam bij Dix Autovuur. En wij vuren auto's, heel divers eigenlijk, van personenauto's tot vrachtwagens. Wat ik zo leuk vind aan mijn werk is dat het vooral divers is. Ik ben iedere dag met wat anders bezig. De ene dag ben ik de auto's aan het vuren achter de receptie. De andere dag ben ik bezig met het afleveren van auto's. We komen bij veel verschillende bedrijven. Er komen veel verschillende mensen aan onze balie. Dus er gebeurt veel. Dan hebben we hier bijvoorbeeld de 11 kub Sprinter staan, hier de bakwagens. Dit zijn de personenbussen. Die worden voornamelijk gebruikt voor vakanties van mensen of voor groepvervoer. Dit is onze nieuwste aanwinst. Kan worden gebruikt als 9-persoonsbus, maar ook als invalide vervoer. Met een elektrische laadlift, waardoor de rolstoel makkelijk de bus in kan worden gereden. Ook een nieuwe manier van innoveren. Als onze klant nu een opdracht geeft om 10 auto's af te leveren, kunnen wij ervoor zorgen dat deze binnen een half uur tot een uur bij de klant afgeleverd zijn. We laden de auto's op de transporter en brengen ze zo naar de klant toe. Dat is sneller dan de concurrentie. Techniek en innovatie speelt absoluut een rol bij ons in het bedrijf. De vraag van hybride auto's groeit absoluut. Daarom hebben we ook de Toyota Yaris, de Toyota Auris en Prius in ons wagenpark. We kunnen een rondje rijden, als jullie het leuk vinden. De huur van een hybride auto kost bij ons een kleine 10 euro meer. Maar als de klant 400 kilometer rijdt, kan het de klant al gauw 20 tot 30 euro besparen op zijn brandstof. Waarom ik zou kiezen voor de autoverhuurbranche is omdat het divers is. Er gebeurt veel. Je leert veel mensen kennen. Veel klanten komen naar je balie. En iedere dag ziet er weer anders uit.